Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik hoop dat het deze keer wel lukt, want het is de tweede keer dat ik deze video opneem. Ik had wat problemen met het geluid. Dus ik hoop dat het nu wel lukt, dat mijn camera blijft staan en dat alles goed gaat. Want wat ik voor jullie heb, is eigenlijk een kleine mini-videoserie om dit 2021, dit jaar, af te ronden. En de miniserie gaat eigenlijk over wie ben jij? Wie ben jij werkelijk? En dat betekent dus dat ik een aantal zaken in die video's ga bespreken. In elke video is er ook een opdracht waarmee, als je dat wenst, mee aan de slag kan gaan. Zodanig dat je eigenlijk 2021 kan beginnen met een aantal nieuwe inzichten waar je onmiddellijk werk kan van gaan maken. Dus niet meer wachten, niet meer uitstellen. Gewoon go with the flow. Go, gewoon doen. Nu, om je een idee te geven van de thema's. Dus vandaag gaat het over wie ben jij, logisch. Je moet ergens mee beginnen. De video, de tweede video die morgen online komt, dat gaat over wat scheelt er eigenlijk met jou of wat is er mis met jou. En in de derde video geef ik jou eigenlijk een aantal sleutels naar vrijheid. Of ook wel de drie A's genoemd. Nu, in de tweede video, dat heb ik niet gezegd, dan gaan we eigenlijk, ga ik jou vertellen over de vier behoeften van jouzelf. En ook over zes grote bedreigingen met betrekking tot voor jouzelf eigenlijk. Nu, deze video vandaag, ik probeer de video's niet te lang te houden, dus vandaar dat ik er eigenlijk ook heel snel doorga. Maar dus vandaag gaat het over wie ben jij? Wie ben jij? Of dat is eigenlijk belangrijk om te weten. Meer nog, als ik jou de vraag stel, wie is die zelf? Wanneer dat jij over jezelf spreekt, wanneer dat jij jezelf benoemt. Ben je jouw lichaam of is het lichaam slechts een vervoermiddel? En als jouw lichaam dan eigenlijk niet hetzelfde is als wie dat je werkelijk bent, wie ben jij dan eigenlijk werkelijk? Wat is de blauwdruk? Wat is de essentie, de kern van wie jij bent? Van jouzelf, van dat stukje zelf. Dus om verder te gaan op de vraag waar dat vandaag over gaat, over wie ben jij, is het belangrijk om in eerste instantie te erkennen dat jij een mens bent. Maar wat betekent dat dan dat je een mens bent? Hè? Wel, een mens is een spiritueel wezen op aarde. Ja, Lens, maar wat betekent dat nu alweer? Wel, als je wilt teruggaan naar je blauwdruk, dan is het belangrijk dat je erkent dat je een energie bent. En dat zijn eigenlijk ook al de dingen die ik leer in alle trainingen en alle trajecten van de School voor Essentie. En de School voor Essentie is eigenlijk de naam van mijn website, maar eigenlijk meer nog letterlijk ook een school waarin dat je leert, dat je tools aangekregen krijgt, aangeboden krijgt, dat je inzichten krijgt zodanig dat je nog meer bewuster kan worden, dat je nog meer ontdekt van wie dat die blauwdruk en die essentie dan eigenlijk is. Dus om terug te keren op wat ik bezig was, is eigenlijk het zelf, de expressie of eerder de uitdrukking van je bewustzijn. Ik kan dat eventjes herhalen en ik ga spieken dat ik het juist zeg. Het zelf is de expressie of de uitdrukking van je bewustzijn. Want je bewustzijn is een energie. En jij bent dus ook energie. Dat is jouw kern, dat is jouw essentie. En dat maakt dat je onverwoestbaar bent. Dat maakt dat jij niet vernietigd kan worden. Dat maakt dat je eeuwig, oneindig lang zal bestaan. Maar dan heb ik het niet over je fysieke lichaam. Want je fysieke lichaam, en dat moet ik jou niet vertellen, dat verandert. Je haren groeien, hè? Of je knipt ze weer, ze veranderen. Je verandert van kleur. Je huid, hè? Je ziet er soms moe uit. Je verdikt, je vermagert, je wordt ouder, je takelt af, om het op een hele negatieve manier te zeggen. Dus jij, zoals je werkelijk bent, dat is dat helemaal niet van toepassing. Want die jij, die energie dat jij bent, die blijft eigenlijk altijd eeuwig jong. En dat is ook iets wat je gaat merken, wanneer je meer en meer in die hogere energieën zit, dat mensen jou eigenlijk jonger gaan schatten dan dat je qua kalenderleeftijd eigenlijk bent, volgens de 3D-wereld bent. En dat is op zich is eigenlijk al een teken. En vaak is het zo dat klanten dat eigenlijk ook gaan zelf merken. Dat ze gaan kijken op foto's van 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar geleden. En die gaan zeggen van, hè?
zag ik er toen zo uit. En je ziet dat gewoon ook aan mensen dat je tegenkomt. Wanneer dat mensen heel getrokken zijn, waar je echt die lagere energieën gewoon voelt in hun gezicht en hun lichaam. Dat is ook het stukje waar je ziet dat ze eindelijk nog bezig zijn naar die overgang of gewoon zelfs niet ermee bezig zijn. Dus, en dat is ook weer dan het punt waarop je ook komt en je gaat merken dat wie ben jij? Het antwoord op die vragen, dat gaat een paar keer veranderen doorheen jouw leven. En dat is ook logisch, want jij verandert ook. Hè. Je leert nieuwe dingen bij, je ontmoet andere mensen, nieuwe relaties, je verhuist misschien een paar keer, je hebt verschillende jobs, noem maar op. Dat maakt dus dat je jij zelf, wie dat jij bent, eigenlijk voortdurend verandert. En daarom is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen of dat het beeld dat jij ook vertaalt naar anderen toe, waarin dat jij jezelf omschrijft, of dat dat eigenlijk ook klopt met wie dat je werkelijk bent. Dus eigenlijk met je essentie, met die blauwdruk, hè, met die kern van jouw energie. Is dat eigenlijk de persoon waarvan je wel denkt dat dat is? Of is dat iets dat je gewoon overgenomen hebt van anderen, omdat je anderen dat hebt horen vertellen over jou? Dus als het gaat om terug te keren naar die blauwdruk, om terug te keren naar het zijn van je authentieke zelf, is dat een van de eerste belangrijke stappen om te gaan kijken van, wat zijn de dingen die ik vertel over mezelf? Op welke manier zet ik mij de wereld in? En klopt dat dan ook? En elk aspect, elk stukje identiteit, is dat eigenlijk ook echt iets die bij mij hoort, die bij mij past? Is dat ook de waarheid? Want je zou kunnen zeggen dat als een soort van emotionele erfenis van je familie, van voorouders, vrienden, de maatschappij waar je leeft, waar je opgegroeid bent, leraar zelfs, dat je eigenlijk die erfenis meegekregen hebt. Maar daarom is dat niet wie je bent. En je zal altijd iemands zoon of dochter zijn. Hè? Je zal de oudste, de jongste, de middelste, de derde, de vierde, maakt niet uit. Je kan zo oneindig verder doorgaan. En dat maakt dat we allemaal een aantal emotionele rollen eigenlijk hebben toebedeeld gekregen. Gewoon door te geboren in een bepaalde gezin, op een bepaalde plaats als het ware. Maar, en je zou kunnen zeggen, oké, als ziel heb je daarvoor gekozen en dat klopt ook. Maar daarom is dat niet wie je werkelijk bent. Dat bepaalt niet wie jij in essentie bent. En dus alles wat je doorheen het opgroeien geleerd hebt van je omgeving, dat is niet wie jij werkelijk bent. Niet per se. Dat kan zijn, als je inderdaad daar heel bewust aan mee bezig geweest bent. Maar dat hoeft niet zijn. Ik ga een voorbeeld geven. Als kind hoorde ik regelmatig zeggen dat ik verlegen was. En op den duur, als je iets vaak genoeg hoort, dan ga je dat ook gewoon aannemen als waarheid. Als die en die en die dat zegt, en die zegt dat, en die zegt dat, en die spiegelt dat ook terug naar jou. Ja, dan ga je dat automatisch gaan aannemen als, oké, dat zal het wel zo zijn. Dan zal ik inderdaad verlegen zijn. Terwijl dat eigenlijk niets met verlegenheid te maken had. Wat was wel zo, door het feit dat ik heel gevoelig was, alleen op dat moment begreep ik dat nog niet en kende ik het nog niet, maar dat maakte dat ik dus door het feit dat ik heel veel voelde van anderen, dat ik eigenlijk een soort van beschermingsmechanisme had opgesteld. Waardoor dat ik eigenlijk de kat uit de boom aan het kijken was, zodanig dat ik wist met wie dat ik te doen had. En door mij verlegen op te stellen, dan zorgde ik eigenlijk ervoor dat de wereld, de buitenwereld, voorspelbaarder werd. Dat ik het een stukje het gevoel had dat ik het kon controleren. Want ik wist op die manier aan wie dat ik iets kon vragen en wie dat ik eigenlijk dingen kon delen en wie ik eigenlijk moest mijden. En ga zo maar door. Dus eigenlijk het stuk verlegen opstellen, dat zou je kunnen noemen als een overlevingsstrategie, als een copingmechanisme. De manier waarop dat we onszelf proberen te handhaven, niet zozeer onszelf eigenlijk, maar eigenlijk voornamelijk de buitenwereld. Alles wat er gaande is in de buitenwereld. En dat lukte ook en dat hielp me ook tot op een bepaald moment dat ik moest vaststellen dat eigenlijk dat mechanisme mij eerder beperkte dan dat het mij nog hielp. Het beperkte mij in wie dat ik wou zijn. In mijn ware essentie neer te zetten, te tonen en van daaruit mijn leven vorm te geven. Dus die strategie die hielp mij niet meer. Dus moest ik het eigenlijk loslaten, mocht ik het eigenlijk loslaten. Want je moet niks natuurlijk. Maar dus door bewust te worden wat er eigenlijk achter schuil gaande was, en wat die zogenaamde verlegenheid eigenlijk betekende, kon ik mezelf een ander gedrag gaan aanleren. Die beter aansluit bij wie dat ik werkelijk ben. Want uiteindelijk, zolang je niet zelf bewust bent van alles, dan ga je
jouw leven gaan vormgeven vanuit de dominante gedachten. Dat doe je sowieso, of dat je nu bewust bent of niet. Maar het verschil is, wanneer je het onbewust bent, dan ga je het gevoel hebben dat het leven jou overkomt. En dan ga je niet altijd het leven hebben dat je wilt. Laat staan dat je het leven gaat hebben dat past bij wie dat je eigenlijk bedoeld bent te zijn, volgens die blauwdruk en volgens die ware essentie. Dus daarom is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen, nog een vraag, om te gaan kijken van waar en hoeveel en welke overtuigingen heb je eigenlijk veel te veel overgenomen. Heb je gewoon geloofd dat anderen gezegd hebben over jou? Of gewoon over het leven of over de wereld? Dus je kan ook gewoon toepassen ruimer, niet alleen over jezelf. Want eens dat je dat weet, dan heb je de kracht en de mogelijkheden om nieuwe keuzes te gaan maken. En kan je dus ook een ander leven gaan creëren. Want als jij niet weet wie dat je bent, dan ga je automatisch op automatische piloot gaan leven. Dan ga je gewoon maar doorheen het leven lopen, gewoon op die ratrace. En gewoon maar doen zoals je het gezien hebt van anderen. Maar daarom is dat niet jouw manier. En dus dan heb je weer dat gevoel dat het leven je constant overkomt en dat je vast zit, dat je in die ratrace zit. Dat je in die ratmolen zit en dat je er niet uit kan. Maar ook dat is een illusie. Dus daar, op dat moment ben je dan zeker niet de meester van je leven, maar je laat het gewoon je overkomen. Maar op dat moment besef je niet dat je het eigenlijk ook bewust zelf, niet bewust, maar dat je het zelf ook aan het creëren bent door die gedachten. Door waarheid aan die gedachten te geven, door kracht aan die gedachten te geven. Dus dat betekent dat je misschien niet de meester bent van je leven, maar je bent wel nog altijd de creator van je leven. Dat ben je altijd, ongeacht of dat nu een leven is dat je wilt leven, of een leven dat je haat, dat je eigenlijk het liefst van al gewoon zou willen verlaten, of gewoon zou willen zeggen van oké, woep, en je hebt een nieuw leven, of een ander leven. Dus, en dat is het verschil tussen waar je bewust en onbewust met je gedachten omgaat. Want wanneer je niet bewust van je gedachten bent, en niet bewust van je overtuigingen, of niet bewust van wat je gelooft dat werkelijk is, wat dat jouw waarheid is, dan ga je het leven blijven leiden vanuit het gevoel dat jou allemaal overkomt. En dan zit je constant weer in die slachtofferrol. Constant in het gevoel van, ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan veranderen. Ik moet er maar mee leren leven. Maar dat is een gedachte, een verkeerde overtuiging, een verkeerde waarheid. Dus ook daar heb je die keuze. Nu, in deze eerste video, want ik zie dat we weer al 13 minuten bijna bezig zijn. In deze eerste video heb ik een hele simpele opdracht. Of dat denk ik toch. En de bedoeling is dat je de oefening elke dag doet. En je zal zien hoe meer je dat gaat doen, dat gaat je helpen om meer bewuster te worden over je gedachten. En dat op zich zal jou alweer een wereld van verschil gaan met zich meebrengen. Want het is belangrijk dat je onthoudt dat jouw werkelijke ik niet gelijk is aan de job die je uitoefent, of aan de studies die je gevolgd hebt, of aan de hoeveelste rijden je geboren bent. Zeker niet. Jij bent en blijft een magisch, ongelimiteerd wezen. Dat wil zeggen zonder grenzen, zonder beperkingen. Een energetisch wezen, dus een energie in een fysiek lichaam. En dat fysieke lichaam is hier om jou behulpzaam te zijn, om jou te helpen. Dus daarom moet je er ook goed voor zorgen. Dat fysieke lichaam is tegelijkertijd ook een manier om te ervaren hoe het is om een individu te zijn. Maar waar we eigenlijk veel te vaak in dat individuele, in dat afgescheiden, in dat ik en jij en de ander gaan zitten zijn, is nu belangrijk dat we vanuit die individualiteit, dus van dat ik ben, ook weer gaan verbinden met alles is één. Met het één zijn, het één voelen met anderen. En dat is hetgeen wat ik ook schreef in mijn boek, 96 Vlammen, waarin dat we eigenlijk aan het groeien zijn naar individualiteit vanuit eenheid, of eenheid vanuit individualiteit. Maakt niet uit hoe dit zegt. Maar dus dat je beiden integreert en van daaruit je leven vorm heeft. En daarom is het ook belangrijk dat je die eenheid eerst aan jezelf creëert. Dus omarm je fysieke, emotionele, energetische, mentale lichtlichamen, dus eigenlijk al jouw onderdelen als het ware, zodat je dat kan gaan terugkeren naar je blauwdruk. Naar de enige ware jij. Nu, vooraleer dat ik deze video afsluit, geef ik nog een oefening met je mee. En door deze oefening is de bedoeling dat je bewuster bent over jouw ik ben werkelijkheid. Ik ben bewustzijn.
Omdat je dan gemakkelijker contact zou kunnen maken met je authentieke jij. Dus met je energie, met je ziel, hoe je het ook wil noemen. Nu, de oefening is het volgende. Schrijf minstens 9 verschillende ik ben kwaliteiten op. Nu, als je zegt van ja, ik ben kwaliteiten, wat is dat dan? Heb ik het iets gemakkelijker gemaakt? In die zin, schrijf 9 zinnen op en laat elke zin beginnen met ik ben de persoon die. Puntje, 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 van me verder aan. Je doet dat elke dag. En elke dag is de bedoeling die lijst aanvult. Dus je begint met de lijst te herhalen. En je kijkt van of dat er zaken zijn die nog passen. Of dat die nog oké aanvoelen. Of misschien zijn er zaken die je zegt, nee, toch niet. Dat is toch niet wat dat is. Dat is iets wat ik overgenomen heb. En niet echt mijn ware essentie. En dan kan je die gewoon gaan schrappen. Want net door het loslaten van rollen, van ideeën die niet bij je passen, van overgenomen erfenissen als het ware, ga je kunnen worden wie je werkelijk bent. En daar gaat bewustwording in de kern ook over. Liefde voor wie je bent, om te worden wie je bent. Dus eigenlijk via zelfliefde, en daar gaan we in de volgende video's ook nog over hebben, ga je eigenlijk weer kunnen worden wie je bent. Want het is eigenlijk enkel via die zelfliefde dat je die innerlijke rust, die werkelijke rust, die van binnen gaat voelen. En je rollen en je verantwoordelijkheden, die zijn eigenlijk niet wie je werkelijk bent. Je bent geen moeder, je bent geen partner. Je oefent gewoon die rol eventjes uit om in die relatie met die andere persoon weer een aantal zaken te ervaren, te leren. En omgekeerd ook. Dus haal je wild and free nature gewoon weer naar boven en voel die vrijheid. Ga weer gaan leven, maar echt leven. Niet gewoon meelopen in die rat race. Maak de keuzes die bij jou passen. Maak die keuzes waarvan jij voelt dat jij dat nu nodig hebt. Ik zou zeggen, veel succes met de oefening. Veel groeiplezier. En tot morgen in video 2, waar ik je, zoals ik had gezegd, ga vertellen over de 4 behoeften van jouzelf. En over 6 grote bedreigingen van jezelf. Spannend. Tot morgen.